U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We starten vandaag met veel opklaringen, met koude lucht. Het voor op sommige plaatsen leverde prachtige plaatjes op. En daarna scheen de zon flink, liepen de temperatuur op. Maar dat was dan weer niet overal het geval. Want in het westen en noorden zagen we wolkenvelden die zich voorzichtig wat uitbreiden. geleidelijk aan ook wat begonnen te breken. En in de middag hadden we dan wat stapelwolken op plaatsen waar de zon flink scheen. En was het weerbeeld duidelijk wat eerlijker verdeeld. Nou, die wolkenband die lost dus nog wat verder op, daarna zitten er wat opklaringen, maar kijken we verder naar het westen dan zien we daar toch weer wolken klaar liggen en die wolken die kunnen van tijd tot tijd ook wat regen gaan brengen en komen uiteindelijk onze kant op. Het zien we in de computerprognose ook gebeuren, van het westen uit dikkere wolken en morgen in de loop van de dag van het westen uit ook wat zonneschijn. Aan het eind van de ochtend ligt die band zo'n beetje over het westen van het land en zal daarna geleidelijk aan nog wat naar het oosten gaan verplaatsen. Maar het oosten van ons land houdt het lang droog. En daar schijnt in de ochtend de zon ook nog af en toe. Eerste avond en nacht vanavond opklaring, hier en daar wat wolkenvelden. Het blijft droog en koelt af naar een graad of zes. Vannacht zakt de temperatuur landinwaarts nog weer tot dicht bij het vriespunt. En er kan wat nevel of een mistbank ontstaan. We hebben nog steeds opklaring en het is overwegend droog. Aan het eind van de nacht begint van het westen uit de bewolking echter toe te nemen. En die toename van de de wolking zet morgen door. In het oosten nog wat zonneschijn, daar blijft het lang droog. In het westen heeft de zon het al een stuk moeilijker. En aan het eind van de ochtend begint daar voorzichtig wat regen te vallen. Die neerslag trekt langzaam oostwaarts. Voor de neerslag uit is het een graad of 9. En dan de dagen die volgen. Woensdag meeste bewolking en meeste regen over de Oostgrens. En in de regen is het maar 7 graden. Klaart het nou in het westen een klein beetje op en schijnt de zon nog even, kan het middags nog 10 graden worden in Zeeland. Donderdag, een graad of 8 op de thermometer, wisselend bewolkt weer, van tijd tot tijd ook wat buien. Niet te veel ruimte nog voor de zon. Die zon heeft vrijdag wel iets meer ruimte dan is het 8 tot 10 graden. Het weekend weer wat hogere temperaturen. zei het voorzichtig. En ook na het weekend zien we dat echt koude weer niet echt meer terugkomen. We zien wel dat de onzekerheid toeneemt. Dus of het nou echt 15 graden gaat worden, dat moeten we afwachten. Maar de kans op 5 of 6 graden met regen is heel klein geworden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl